Misschien is het u opgevallen, misschien ook niet. Maar bij het Scheepvaartsmuseum, Tropenmuseum, waren allerlei hoogwaardigheidsbekleders van de Europese Unie aanwezig om dingen te bespreken. En ja, zaken op de kaart te zetten zoals ze dat zo mooi kunnen vermelden. Nederland scheen toch wel een leidinggevende positie te hebben in de top. Nou ja, top. En mocht ook vaak het woord voeren en de punten aanstippen waarover het zou gaan. Wel nu, waar had Nederland weer de grootste zaak te melden? Bijvoorbeeld, Nederland vond dat Bulgarije veel te corrupt was. Nog steeds. Na al die miljoenen die daar naartoe gingen, vond Nederland dat de corruptie toch echt wel aangepakt moest worden. Hebben ze een punt? Nou, ik zou zeggen, Nederland, zoals wij omgaan met dingen, denk aan het bonnetje van Teven dat verdwijnt, teruggevonden dreigt te worden, van hoge hand verboden om verder te zoeken. Neem de zaak Demmink, de hoogste rechtsmacht officier van justitie die er maar bestaat, die alles over zijn kleine jongetjesneukende gedrag in de bekende doofpot moet stoppen. De Noord-Zuidlijn, de hoge snelheidslijn, de Vira, noem maar op. Nou, gelukkig heeft Nederland het allemaal keurig opgelost. Bonnetje netjes overlegd, alle vragen beantwoord die de Kamer had gesteld over de bonnetjesaffaire. Alle miljarden die te veel berekend werden bij de Noord-Zuidlijn, dat is allemaal keurig uitgelegd. Sexy stiekem, nou, de vragen die gesteld werden, keurig uitgelegd, heel transparant. Dus Nederland, u hebt echt recht van spreken. Als u en de pedofiele club daarboven aan de top zegt, Bulgarije, u bent corrupt, nog steeds. Nederland, ik zeg, goed gedaan.